Ik dacht, laat ik even een nieuwe aankoop van Frank zien. Dat is wel mooi. Kijk, hij heeft dus een Garmin gekocht. Kijk. Hallo allemaal, dit is Kast 2001 met een nieuwe video. Hallo allemaal, Kast 2001 met een nieuwe video. We zijn vandaag in Alphen aan de Rijn op het parcours van WV Avanti voor de tweede wedstrijd in de wintercompetitie. Vorige week had ik ook al meegedaan. Heel vaak gedubbeld, want ik rij inmiddels bij de A-categorie. En ja, dat was een wedstrijd om snel te vergeten. Vandaag kijken of we het iets beter kunnen doen. We zijn inmiddels 8 rondes verder. Ik zit er eigenlijk nog redelijk goed en makkelijk fris bij. Maar dan gaat het ineens keihard op de kant. En kom ik gewoon krachtig genoeg om het wiel te houden, moet ik mensen laten overnemen. En heb ik dan vervolgens moeite om een karretje aan te pikken. Ik zit al laatste en moet dit eigenlijk bijhouden. En dan lukt het me net niet. En dan word ik dus eigenlijk op een beetje een flauwe manier gelost. Net niet kon ik erbij blijven. En ja, dan kom je op een gaatje en kom je helaas nooit meer terug. Ik voel me uiteindelijk dan toch wel weer redelijk goed. Dan moet ik de kopgroep nog wel laten gaan. Dan kan ik me weer bij het tweede peloton aansluiten. Het tweede peloton waar Frank van der Broek trouwens in zit. Ja, jammer genoeg dus niet het eerste peloton. Hij miste de slag ook in die ronde waarin het zo snel ging. En ik word er dan later nog één keertje gelost uit dat tweede peloton. Ook hier weer een beetje knullig. Je bent dan ook niet helemaal volledig meer geconcentreerd op de wedstrijd als je al een keer gedubbeld bent. Maar goed, we gaan op naar de finale. En hier kom ik dan na iets meer dan een uurtje koers de meet over. Ik ben 13e geworden van de 14 starters. Zoals ik net al zei, hebben we een kopgroep met daarin twee mannen van Swabo, Etienne Lenting en Tom Wijfje. En verder hebben we ook nog Henk de Jong en Bob Goedbloed. Hier zien we de sprint van die kopgroep en het is Tom Wijfje die voor zijn ploeggenoot Etienne Lenting de tweede wintercompetitie hier op Avanti wint. Binnenkomst dan van het tweede pelotonnetje. Pelotonnetje met Frank van der Broek erin. En ook Marco Halma. Hij wint de sprint voor plek nummer 5. Frank van der Broek wordt dan 8e. Kijken we nog eventjes snel naar de B-categorie. Een mooi groot startersveld, maar er werd niet heel erg hard gekoerst. Toch lukten het 3 renners om te ontsnappen uit het peloton. Het was Tom van Eijk die de sprint van dit groepje won voor Ron van Dam en Richard Nel. En op 22 seconden volgt dan het peloton onder leiding van Chris Kappel. Gabriel deed ook nog mee aan deze race en hij werd 12e. Dit was deze video alweer. Mocht je hem leuk gevonden hebben, doe dan even een blauwe duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. We gaan echt heel erg lekker richting die 1000 abonnees. Misschien dat we dat dit seizoen nog wel gaan halen. En graag tot de volgende video. Joejoe!